In deze video ga ik jullie laten zien hoe je deze schattige eend Amigurumi zelf kunt haken. Dit is een makkelijke knuffel om te haken, heel geschikt voor beginners die willen leren haken. Ik ga de eend maken van sportweet katoengaren, maar je kunt ook andere garen gebruiken als je wilt. Het maakt niet uit welk garen je gebruikt voor dit knuffelpatroon. Ik heb deze grote eend gemaakt van super bulky chenille garen. En de kleine eend is dus van katoen garen. De materialen staan ook in de beschrijving van deze video's. Kun je goed zien wat ik allemaal gebruikt heb voor de eenden. Maar je kunt dus ieder garen gebruiken. Ik gebruik in de video katoen garen omdat je dan makkelijk kunt zien wat ik aan het doen ben. Je kunt dan namelijk de steken duidelijker zien. En daarom gebruik ik dat garen. Maar je kunt gewoon het patroon hetzelfde gebruiken voor andere garen. En wanneer het nodig is, geef ik nog even wat tips in het plus chenille garen. Dus ik help je bij iedere stap van het maken van deze knuffel. Vind je het leuk om amigurumi te haken? Kijk dan eens op mijn YouTube kanaal. Er staan heel veel amigurumi patronen. Deze staan trouwens ook allemaal gratis op www.mariskavos.nl. Ze zijn allemaal op YouTube en op gratis op mijn blog te vinden. Nou, we gaan dus sportweet katoengaren gebruiken. En je hebt natuurlijk een schaar nodig. Je hebt nodig een haaknaald. Voor dit garen gebruik ik een 2,5 mm haaknaald. Je hebt een paar kopspelden nodig. Een borduurnaald met een bottenpunt. En wat vulling. En je hebt ook veiligheidsogen nodig. Deze zijn 7 mm. Alle materialen die ik gebruik voor de grote eend staan in de beschrijving van deze video. Nu gaan we beginnen met het lichaam. Beginnen met het maken van de magische ring. Wikkel het draad 2 keer om je vinger. En dan ga je met je haaknaald door die 2 loepjes op je vinger. Dan pak je het draad. Trek het er doorheen. Nu heb je 1 lusje op je haaknaald. Pak het draad weer. Trek het door het lusje op je haaknaald. Nou, dit is een magische ring. Gemaakt met een dubbele lus. Je kunt ook met 1 lus doen. Dat is makkelijker voor plusgaren. Daarom laat ik dat zien nadat ik deze eerste toer af heb gemaakt. Maar nu gaan we eerst de eerste vaste haken in deze magische ring. Ik ga daarvoor met mijn haaknaald door de 2 lusjes. Ik pak het draad. Trek het er doorheen. Dan heb ik 2 lusjes op mijn haaknaald. Nu pak ik het draad weer en trek het door de beide lusjes op mijn haaknaald. Dit is de eerste vaste. Nu ga ik nog 7 vaste haken. Dit is de tweede vaste. En de derde. En dan de vierde. De vijfde. De zesde. 7. En nog eentje. Je kunt natuurlijk ook de magische ring van je vinger halen en dan beginnen te haken als je dat fijner vindt. Nu gaan we de magische ring sluiten. Trek aan het losse draadje, dan wordt 1 rondje kleiner. Sluit die niet helemaal, maar trek aan de onderkant van het kleine wordende rondje. Om de andere wel helemaal te sluiten. Dan trek je weer aan het losse draadje en sluit je de magische ring helemaal. Ik trek nog even wat harder aan het draadje om het gaatje wat kleiner te maken. Nu laat ik nog even zien hoe je de magische ring met 1 lus kunt maken. Dat is iets makkelijker als je plusgaren gebruikt, zoals chenillegaren. Je wikkelt het draad 1 keer om je vinger in plaats van 2 keer. Dan ga je door het lusje op je vinger. Je pakt het draad, trek het er doorheen. Pak het draad weer en trek het er doorheen. Nou, voor de rest is het gewoon precies hetzelfde als de andere eerste toer. Je haakt gewoon weer 8 vaste in de magische ring. Nu is dit gewoon alleen even een voorbeeldje. Dus je hoort 6 vaste gehaakt. Maar je moet dus 8 vaste voor het patroon haken. En wat ik vooral even wil laten zien hoe je deze magische ring sluit. Omdat je ziet als je aan het lusje gaat trekken. Dat is best wel lastig die gaat. Trek daarom de vaste over het draad heen. Dus ik begin met die eerste vaste en dan trek ik ze zeg maar over het draad heen. Dat
Het gaat makkelijker dan gewoon aan het lusje trekken. Nou, dat doe je dan een aantal keer tot je de maas erin gesloten hebt. En dan kun je verder met het rest van het patroon. Kijk, je ziet dat het best wel lastig gaat om hem dicht te maken. Soms gaat het heel makkelijk hoor, maar de ene keer soms niet. Kijk, nu heb ik hem dus dicht en nu kan ik gaan verder haken. En dan beginnen we met de tweede toer. Voordat ik ga verder haken, ga ik eerst een stukje restgaren pakken. En die gebruik ik dan om de eerste, om het begin van de toer te markeren. Dat is een best een lang stukje draad. En dan ga ik in iedere vaste twee vaste haken. Dus in deze eerste vaste haken we twee vaste. Dus twee vaste in dezelfde vaste. Dat heet vermeerderen. We gaan in totaal 8 keer vermeerderen, zodat we uiteindelijk 12 vaste hebben gehaakt. Of 16 vaste hebben gehaakt. Zo, in deze tweede vaste haken we ook twee vaste. En dan haken we in de derde vaste ook twee vaste. Ook in de vierde. Twee vaste haken. En dan in de vijfde. En dan in de zesde. En dan haak ik in de zevende vaste ook twee vaste in dezelfde vaste. En dan in de laatste, ook een vermeerdering, twee vaste in dezelfde vaste. En dan verplaats ik een markeerdraadje. En dan ga ik in de volgende toer, ga ik in iedere eerste vaste één vaste haken en iedere tweede vermeerderen. Dus ik ga nu in de eerste vaste één vaste haken. En dan iedere tweede vermeerdering. Twee vaste in dezelfde vaste. En dit herhaal ik dan tot het einde van de toer. Nu weer in de eerste één vaste. En iedere tweede vermeerdering. Twee vaste in dezelfde vaste. Oeps. Even opnieuw, dus een vermeerdering. En dan weer herhalen in de eerste vaste 1 vaste. In de tweede de vermeerdering. 2 vaste in dezelfde vaste. En dan in de volgende 1 vaste. En dan in de tweede 2 vaste in dezelfde vaste. Dan weer opnieuw in de eerste vaste 1 vaste. En in de tweede de vermeerdering, twee vaste in dezelfde vaste. En dan weer een eerste één vaste. Iedere tweede twee vaste in dezelfde vaste. En dan in de eerste 1 vaste, in de tweede de vermeerdering, 2 vaste in dezelfde vaste. Nog één keer in de eerste 1 vaste en in de tweede de laatste een vermeerdering. En dan verplaats je het markeerdraadje, dan gaan we beginnen. Aan de vierde toer, als het mag, van mijn kat, meneer Grumpy. En dan gaan we in de eerste 3 vaste haken we 1 vaste. Dus in deze eerste 1 vaste,
In de tweede één vaste. In de derde één vaste. En in iedere vierde gaan we vermeerderen. Dus in deze vierde steek 2 vaste in dezelfde vaste. En dit herhalen we dan tot het einde van de toer. Dus in de eerste 3 vaste, 1 vaste en iedere vierde een vermeerdering. Dus in deze eerste 1 vaste, in de tweede 1 vaste, in de derde 1 vaste. En dan in de vierde, iedere vierde een vermeerdering, 2 vaste in dezelfde vaste. Nu ga ik dadelijk de video wat versnellen, omdat de rest van de toer hetzelfde is. Nou beginnen we zo aan de vijfde toer. Eerst verplaats je markeerdraadje en dan haken we in iedere vaste van deze toer 1 vaste. Dus een hele makkelijke toer. Je haakt in iedere vaste 1 vaste. Nu beginnen we aan de zesde toer. Verplaats het markeerdraadje en haak in de eerste 4 vaste 1 vaste en in iedere vijfde een vermeerdering. Dus in deze eerste vaste 1 vaste, in de tweede 1 vaste, in de derde 1 vaste, in de vierde 1 vaste, in iedere vijfde een vermeerdering, 2 vaste in dezelfde vaste. En dit herhalen we dan tot het einde van de toer. Dus in de eerste 4 vaste 1 vaste en iedere vijfde een vermeerdering. Nou beginnen we zo aan de zevende toer. Deze is heel makkelijk. Je haakt namelijk in iedere vaste 1 vaste. Nou gaan we in de volgende toer ook 1 vaste en iedere vaste haken, maar we markeren ook de 12e en 19e steek met een stukje garen. Dus in de eerste vaste 1 vaste, in de tweede 1 vaste, in de derde 1 vaste, in de vierde 1 vaste, in de vijfde 1 vaste, dan in de zesde ook 1 vaste. In de zevende 1 vaste, in de achtste 1 vaste, dan in de negende 1 vaste, in de tiende 1 vaste, in de elfde 1 vaste en de volgende ook 1 vaste, maar we markeren de 12e steek met een stukje garen, want hier komen later de oogjes. Dus dit is de 12e vaste, dan in de volgende, de 13e vaste, dan de 14e, de 15e, dan de 16e, de 17e, 18e, en nu haken we de 19e vaste met een stukje garen. Dus dit is de 19e vaste. En haak nu in iedere overige vaste 1 vaste.
Nou, de negende toer is ook heel makkelijk. Haak in iedere vaste 1 vaste. Nou, dan beginnen we aan de 10e toer. Dan ga ik jullie laten zien hoe je 2 vasten kunt samenhaken. Maak eerst in de eerste 4 vasten 1 vaste. Dus in deze eerste 1 vaste, dan de tweede 1 vaste. In de derde ook 1 vaste. En dan in de vierde 1 vaste. En dan haken we de 5e en de 6e samen. Eerst laat ik jullie onzichtbaar verminderen zien en dan zichtbaar verminderen. Je kunt zelf kiezen wat je fijner vindt. We haken deze 2 vasten samen. We gaan daarvoor door de voorste lusjes van de volgende 2 steken. Je pakt de draad, trekt het door die 2 voorste lusjes. Je hebt 2 lusjes op je haaknaald, pak het draad, trek het er doorheen. Dit is een onzichtbare vermindering. Gebruik je plusgaren, is een normale vermindering makkelijker. Dus laat ik die ook nog even zien. Voor een normale vermindering gaan we ook die 2 volgende steken samen haken. Doen we door de volledige steken te gaan, dus niet alleen de voorste lusjes. Dus je gaat door de volgende steek, dus de eerste. Je pakt de draad, trek het er doorheen. Nou, dan ga je ook door de volgende steek, die tweede steek. Pak het draad, trek het er doorheen. Dus gewoon door beide lussen. Dan heb je 3 lusjes op je haaknaald. Pak het draad, trek het er doorheen. Dit is een normale vermindering. Makkelijker als je met plusgaren werkt. Maar een onzichtbare vermindering is meestal mooier met katoengaren en daarom gebruik ik die voor katoengaren. Nou, dan gaan we weer herhalen. In de eerste 4 vaste 1 vaste en dan de vermindering. Dus in de eerste 1 vaste, in de tweede 1 vaste, in de derde 1 vaste en ook in de vierde 1 vaste. En we haken iedere 5e en 6e samen. Dus weer door die voorste lusjes, pak het draad, trek het door de voorste lusjes, 2 lusjes op je haaknaald, pak het draad, trek het er doorheen. Nou, nu gaan we herhalen tot het einde van de toer. Dit is de laatste vermindering van de 10e toer. En dan kunnen we beginnen aan de 11e toer. Dan gaan we iedere 4e en 5e samen haken. Eerst verplaats ik het markeerdraadje en haak ik in de eerste 3 vaste 1 vaste. In deze eerste vaste 1 vaste. In de tweede 1 vaste. In de derde 1 vaste. En dan haken we iedere 4e en 5e samen. Dat heet verminderen. We halen dit tot het einde van de toer. Dus in de eerste 3 vaste 1 vaste. En haak iedere 4e en 5e vaste samen. Nou, de laatste vermindering van de 11e toer. En voordat we verder haken, gaan we nu even de ogen bevestigen. We bevestigen de ogen tussen toeren 8 en 9, waar we eerder de markeerdraadjes geplaatst hebben. Mijn veiligheidsoogjes zijn dus 7 mm voor deze kleine eend. Eerst maak ik het gaatje wat groter, waar het draadje uitsteekt, zodat ik makkelijker de veiligheidsoogjes erin kan plaatsen. Nou, dan moet ik het achterkantje nog op plaatsen. Nou, haal deze achterkantje heel makkelijk op. Soms heb je ook wel eens achterkantjes die er wat lastiger op gaan. Daar heb ik dadelijk nog een tip voor. Nu plaats ik even het andere oogje in het andere gaatje.
Dan heb je een achterkantje die er lastig op gaat. Pak dan een stift en gebruik het dopje om wat meer kracht te zetten. Om het achterkantje op het oog te plaatsen. Nou, nu gaan we verder met het haken van toer 12. We gaan in de 12e toer in de eerste vaste 1 vasthaken. En we haken iedere tweede en derde vaste samen. Dus in deze eerste 1 vaste en haak dan tweede en derde samen. We herhalen dit tot het einde van de toer. Dus in de eerste vaste 1 vaste en haak iedere tweede en derde vaste samen. Nou, ik ben bijna aan het einde van de toer, maar ik ga nu eerst even het witte garen verbergen achter het groene garen. Want in de volgende toer ga ik namelijk met wit garen haken. En daarom verberg ik het witte garen achter de laatste steken die ik haak in de 12e toer. Maak je een vrouwelijke of een mannelijke, een vrouwelijke of een baby eend met 1 kleur, dan hoef je dit natuurlijk niet te doen. Dit is alleen maar voor als je van kleur wilt verwisselen. En als we dan dadelijk de laatste vermindering gaan maken, gaan we tijdens die vermindering al veranderen naar wit garen. Dus eerst ga ik door beide lusjes. Dan pak ik het groene draad, trek het er doorheen. Dan heb ik 2 lusjes nog op mijn haaknaald en nu ga ik veranderen naar wit garen. En dan gaan we in de volgende toer in iedere vaste 1 vaste haken. En aan het einde van de toer gaan we weer van kleur wisselen. Dus dan verbergen we weer het bruine draad achter het witte draad. Nu ga ik nog een paar toeren het groene draad verbergen achter het witte draad. En dan haak ik verder in iedere vaste 1 vaste. Nou, dan ga ik het groene draad even afknippen, anders zit het een beetje in de weg. Ik moet nu nog wel wat vaste haken in de 13e toer. Maar ik ga nu het bruine draad verbergen achter de laatste witte steken. En dan ga ik weer van kleur verwisselen in de laatste vaste. Dan begin ik met de laatste vaste van de 13e toer. En als ik 2 lusjes op mijn haaknaald heb, dan verander ik naar bruin garen. En dan kan ik beginnen aan de 14e toer. Hou het witte garen met je vinger vast, zodat het niet losgaat. Want we gaan nu niet meteen verder haken. We gaan eerst een ketting haken van 4 lossen. Dus de 4e. En dan gaan we beginnen te haken in het tweede losse vanaf de haaknaald. Dan haken we 1 vaste in. In de volgende losse haak je ook 1 vaste. En dan haak je in de volgende losse ook 1 vaste. Dan heb je in 3 lossen gehaakt. 1 vaste gehaakt. En dan gaan we weer in het lichaam haken.
Trek aan het witte draadje. Verberg deze achter de volgende vaste die je gaat haken. En haak nu in de eerste 3 vaste 1 vaste. En we gaan in iedere 4e vermeerderen in het lichaam. Dus in deze eerste vaste 1 vaste. En dan in de tweede ook 1 vaste. In de derde 1 vaste. En dan haken we in de 4e vermeerdering. 2 vaste in dezelfde vaste. Dus in deze 4 nog eentje. En halen we dan tot het einde van de toer. In de eerste 3 1 vaste. En dan in iedere 4e vermeerdering. 2 vaste in dezelfde vaste. Nou, dit is de laatste vermeerdering. Dan gaan we verder haken in de toer 15. We beginnen nu aan de andere kant van de ketting te haken. We gaan nu 1 vaste haken in de volgende 3 losse. Dat is aan de andere kant van de ketting. Dit is de eerste, tweede, derde. Dus in deze eerste 1 vaste haken. In de tweede ook 1 vaste. In de derde 1 vaste. Nou, dan beginnen we weer te haken in de vaste. We gaan in de volgende vaste 2 vaste haken. En in de volgende vaste ook 1 vast. Gaan we 1 vaste haken. Ook in de volgende 1 vaste. En zo haken we 1 vaste in de rest van de toer. Nou, de volgende toeren, toer 16 en 17, zijn heel makkelijk. Je haakt nu 1 vaste in iedere vaste. Je doet dit voor 2 toeren, toeren 16 en 17. Dan beginnen we aan de 18e toer. We gaan in de eerste vaste 1 vaste haken. We gaan de tweede en derde samen haken. We haken ook de 4e en 5e vaste samen. Dan haken we de 6e en 7e samen. Dan haken we de volgende 2 vaste 1 vaste. De volgende ook 1 vaste.
En dan haken we de 10e en de 11e vaste samen. En dan haken we de volgende 1 vaste. En dan haken we de 13e en 14e samen. In de volgende 1 vaste. Dan haken we de 16e en 17e samen. Dan in de volgende 1 vaste. Dan haken we de 19e en 20e samen. In de volgende 1 vaste. Dan haken we de 20e en de 22e en 23e samen. In de volgende 1 vaste. Dan haken we de 25e en 26e samen. En dan in de laatste 1 vaste. Nou, toer 19 haken we de eerste en tweede haken we samen. Dan maken we in de volgende 1 vaste. Dan haken we de 4e en 5e samen. En dan haken we in alle andere vasten van deze toer 1 vaste. Nou, nu stop ik wat vulling in het lichaam. Ik begin bij de kop. Ik hou ervan om veel vulling te gebruiken. Vooral ook omdat blijkbaar vulling een beetje krimpt na een tijdje. Dus stop er altijd veel vulling in. En dan gaan we verder haken. En dan haken we in de laatste toer, toer 20, haken we iedere eerste en tweede samen. Dus je gaat 8 keer verminderen. Dit is de laatste vermindering. Dan knip ik het draad door en trek het doorheen. Zo. Dan hebben we het markeerdraad niet meer nodig, dus dat kunnen we vast verwijderen. Voordat ik het gaatje dichtmaak, stop ik nog wat extra vulling in het lichaam. En dan kan ik het gaatje dichtnaaien. Nou, nu ga ik het gat dichtmaken door iedere voorste lus van de vorige steken te naaien die we in de vorige toer hebben gemaakt. Dus alleen door de voorste lussen. Nou, als je dat gedaan hebt, dan trek je aan het draadje om het gaatje te sluiten. En dan hoef je alleen nog maar het draad weg te werken in het lichaam. Dan gaan we nu de snavel maken. We beginnen weer met de magische ring. Wikkel het draad 2 keer om je vinger. 1, 2. En dan gaan we door de 2 lusjes van mijn haaknaald. Pak het draad. Trek het er doorheen. Heb je 1 lusje op je haaknaald. Pak het draad weer en trek het door het lusje op je haaknaald. Nou, dan ga ik deze keer 6 vaste haken in de magische ring.
Dit wordt de eerste vaste. En dan de tweede vaste. De derde. De vierde. De vijfde. Zes. En nu kunnen we maar eens ringen sluiten. Trek aan het losse draadje, wordt één rondje kleiner. Maak hem niet helemaal dicht nog, maar trek aan het kleine, wordende draadje rondje aan de onderkant, om de andere helemaal te sluiten. Dan trek je aan het losse draadje om de magische ring helemaal te sluiten. En dan gaan we beginnen aan de tweede toer. Ik plaats altijd eerst even een markeerdraadje, zodat ik weet waar de toer begint. Ga ik nu in de eerste twee vaste één vaste haken. En in iedere derde een vermeerdering. Dus in deze eerste één vaste. En dan in de tweede ook één vaste. En ik ga in de derde vermeerderen. Twee vaste in dezelfde vaste. En in de volgende. Twee vaste, dus één vaste. De eerste één vaste. In de tweede één vaste. En dan in de laatste, de derde. Haken we twee vaste in dezelfde vaste. Een vermeerdering. Nu ga ik, als ik daarmee klaar ben, ben ik klaar met deze toer. Dan ben ik bijna klaar met de bek. Snavel, sorry. En ik ga nu afhechten met een halve vaste. Ik verwijder het markeerdraadje. Nu ga ik in de volgende steek. Dan pak ik het draad. Trek door de steek, maar ook meteen door het draadje op mijn haaknaald. Dit is een halve vaste. Nu knip ik het draad door, trek het er doorheen. En dan kan ik de snavel op de eend gaan naaien. Nou, nu ga ik de snavel op de negende toer naaien. Eerst zet ik hem vast met een kopspeld. En dan zal ik je precies laten zien hoe je de snavel op de eend naait.
En nu gaan we de poot haken. We beginnen weer met de magische ring. En dit keer haken we 6 vaste in de magische ring. Nou, dit is de magische ring. En nu haken we 1, 2, 3, 4, 5, 6 vast in de magische ring. We sluiten de magische ring. Strekken het kleine losse draadje. 1 rondje weer het kleine. Trekken de onderkant om de andere helm te sluiten. Trekken we aan het losse draadje om de magische ring te sluiten. Nou, nu hoeven we alleen maar af te hechten met een halve vaste. En daarna moet je er nog eentje maken. En dan kunnen we de pootjes op het lichaam naaien. Nou, dan zal ik jullie laten zien hoe je de poot op het lichaam naait. Je naait ze op toeren 19 en 20. Je kunt het magische draadje afknippen. Gebruik je knuf van het plusgraan. Doe het dan niet te kort of verberg het gewoon in het lichaam. Want anders dan kan de magische ring losraken. En dat doe je natuurlijk niet. Nou, dan plaats ik het op toeren 19 en 20. Ik zet ze eerst even vast met kopspelden. En dan laat ik jullie zien hoe je de poten op het lichaam naait. Dan kan het garen nu wel verbergen onder dit pootje. Nou, nu ga ik het andere pootje op het lichaam naaien. Nou, hoef ik alleen nog maar het overige draad weg te werken
onder het pootje en in het lichaam. Nu ga ik de vleugel haken. Ik begin weer met de magische ring en deze keer haak ik 6 vaste in de magische ring. Dit is de eerste vaste, dan de tweede vaste, dan de derde vaste, dan de vierde, de vijfde en de zesde. Dan gaan we de magische ring sluiten. Trek aan het losse draadje, één rondje wordt kleiner, trek aan de onderkant van de kleine wordt een rondje om de andere te sluiten. Trek aan het losse draadje en sluit de magische ring. Nu gaan we in de tweede en derde toer 1 vaste in iedere vaste haken. Plaats eerst even een markeerdraadje zodat je weet waar de toer begint. En dan haken we in iedere tweede en derde 1 vaste. Nu is het natuurlijk wel een beetje klein vleugeltje. Dan heeft ze een beetje de neiging om de verkeerde kant op te draaien. Dat de achterkant naar buiten komt. Dat moeten we niet hebben. Dus draai tijdens het haken de goede kant naar buiten. Kijk zo. Dat de buitenkant wel aan de buitenkant blijft. Nou, dan gaan we in de vierde toer iedere tweede en derde vaste samen haken. Dus we haken in de eerste vaste 1 vaste en we haken dan de tweede en derde samen. Dus we haken deze tweede en derde vaste samen. En dan halen we nog één keer in de eerste vaste 1 vaste en haak dan de tweede en derde weer samen. Nu ga ik het markeerdraadje verwijderen, want dat heb ik niet meer nodig. En dan gaan we afhechten met een halve vaste. Gaan in de volgende steek, pak het draad, trek het door het steek en ook door het lusje op je haaknaald. Dan knip je het draad door en trek het er doorheen. Nou, dan ga ik nog de draad afknippen die uit de magische ring steekt. Nou, nu gaan we het gaatje dichtnaaien door de voorste lussen van iedere vaste te gaan van de laatste toer. En dan trek je aan het garen om het gaatje te sluiten. En dan naai je het draad iets naar voren. We gaan het draad ook gebruiken om de vleugels op het lichaam te naaien. Nou, nu zal ik jullie laten zien hoe je de vleugels op het lichaam naait. We naaien ze tussen toeren 14 en 17.
ik alleen nog maar het overgedraad weg te werken. En nu gaan we het andere vleugeltje op het lichaam naaien. Ook weer tussen toeren 14 en 17. Nou, dan hoef ik alleen nog maar draad af te knippen en dan is het eentje klaar. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Like en abonneer je alsjeblieft op mijn YouTube kanaal. Vind je het leuk om amigurumi te naaien? Kijk dan ook eens naar de andere filmpjes op mijn kanaal. En ik heb ook dus de website www.mariskevos.nl. Daar staan alle patronen gratis op die op mijn YouTube kanaal staan. Dit is een patroon uit mijn Etsy shop. Dit is een wat grotere knuffel. Ook deze koala staat in mijn Etsy shop. Ik verkoop verschillende haakpatronen. Alle kleintjes op de achtergrond zijn trouwens allemaal gratis patronen op mariskevos.nl en op mijn YouTube kanaal. Ik heb ook een boek geschreven, Amigurumi voor beginners. Kun je vinden op bol.com en Amazon. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.